Het eerste onderwerp is, dat is de bestemming van die vier gebouwen. Nou, want wij gaan het een en ander over cultuur bespreken, althans. Er zijn panden in Amersfoort en dat is soms een probleem, die of leeg staan of nog geen bestemming hebben. Het college heeft de heer Fons Assenbergs op 15 februari 2012 verzocht te onderzoeken welke ideeën en mogelijkheden er zijn voor een culturele herbestemming. Dat gaat u vanavond allemaal uitgebreid uitleggen aan de raad? Nee, want daar heb ik geen tijd voor. Heeft u ook maar 2 minuten? Ik heb 10 minuten. Over het Rietveldpaviljoen en de Zonhof kan ik heel kort zijn. En dat is dus erg weinig. Nee, maar zelfs de 12 minuten zijn al voorbij. Dus... Wat was uw belangrijkste ontdekking in het onderzoek? Dat de Elleboogkerk heel goed inzetbaar is in relatie tot het functioneren van Vlieten. Een soort dependance? Nee, als een gebiedsuitbreiding. Vervolgens zijn er een aantal mensen die gaan inspreken. Ik zie niet direct waarom de Elleboogkerk een museum zou moeten worden. Daarom heb ik onder het motto van godshuis naar stadshuis een andere visie op de Elleboogkerk. Er zijn er verschillende 9 instellingen hebben zich al opgegeven die daar best iets willen doen. Want we hebben een berg jong talent in Amersfoort. En dat wou ik maar zeggen, en daarom heet mijn nota kiemkracht. Kiemkracht is er wel, maar kiemkracht moet je wel laten ontluiken. De ideeën over het Rietveldpaviljoen en het Zonnehof zijn interessant. Als een intiem park voorhoudt inrichten van de Zonnehof, heel goed. Maar ik zie wel grote uitdagingen omdat het nu een disharmonieus geheel is. We zijn er niet uit. En dat kwam door een hele lange introductie en een aantal insprekers die toch niet helemaal gingen. Ongeveer 10 minuten, hè? Ongeveer 10 minuten, ja. 10 minuten, dat ging niet echt lukken, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar het begon ook 10 minuten te laat. Dus na de brand leeg gebleven is. En, Welke herbestemming voor welk gebouw moet er in ieder geval van start gaan? Rietveldpaviljoen. Daar zijn mensen voor, ze willen het gaan proberen. Er zijn meer mensen die zeggen, wij zien ook zitten dat dat voor elkaar kan komen. En dan inderdaad 2 jaar kijken hoe zoiets reilt en zeilt. Meneer Nederkoren, wanneer hebben we een nieuw college? Ik denk de eerste dinsdag na de krokusvakantie. Maar je kunt wel een aantal vragen stellen over panden. Onze kandidaat mag u best weten, dat is de heer Van den Berg. Kijk, dus die mag blijven zitten, die is door zijn toelatingsexamen heen. Ja, zeker, die primeur die gun ik u. Wie bent u? Mijn naam is Youssef. En wat doet u hier? Ik ben raadslid voor de Partij van de Arbeid. Grosso modo niet eens weet wat die pijlpunten zijn. Wat wij willen is een socialer agenda voor de stad dan de afgelopen 3 jaar is gevoerd. En die gaat er komen. Ik zie mensen ja knikken, dus ik ga mijn minuut opofferen. Dat wij weer beter gaan opkomen voor de mensen die het nodig hebben. Waaronder de minima en de WWB'ers. Dat we een sluitende begroting hebben. Waarbij we dus ook goed en degelijk met geld omgaan. En niet zomaar overal klakkeloze dingen uitgegeven. Maar echt met name echt een Amersfoort krijgt weer een sociaal hart. We hebben gemeend om precies dezelfde motie echt de laatste minuut alsnog in te dienen. Wat wilt u heel graag bereikt hebben als deze periode afgelopen is? Nou, waar ik me al ruim 3 jaar voor inzet is de jongeren en de lokale politiek weer beter op de kaart te zetten. We hebben de eerste informatiebrief al gezien. Jongeren worden nadrukkelijk op de agenda gezet. En daar ben ik heel erg blij mee. En als de jongeren op de agenda willen, bij wie kunnen ze zich dan melden? Bij mij, onder andere, en bij de beoogde wethouders. En hoe gaan ze u vinden? Dat kan via youssef@ivka.eu. Er zijn vanavond geen boeiende agendapunten. Hoe ben je hier terecht gekomen? Via de Hogere School van Utrecht en dan locatie Amersfoort. Ja. Gaan jullie iets met de politiek? Nee, niks. Het is voor het beleid, voor een bepaald vak van school. Wij zijn van de Hogeschool Utrecht. Ja? Ja? Ook als gast van de raad? Ja. Vind je het boeiend tot nog toe? Nee, helemaal niet. Totaal niet. Dan ik weet helemaal niet wat... Ik heb er niks van meegekregen. Ja, je vriend wordt. Je krijgt een ander inzicht van hoe het gaat bij de gemeente dan alleen maar voor vergaderingen te bezoeken. Dus de moeite waard om een avondje aan te besteden? Ja, ik zal het wel aanraden. U gaat handtekeningen aanbieden aan de burgemeester? Ja, dat klopt. Ja. Waarom?
Omdat wij van de wijk van de Kruiskamp graag hebben dat het oude gebouw van de Vlindervallei wordt afgebroken. En waarom wilt u dat afgebroken hebben? Omdat het park is mooi opgeknapt en het is nu heel onoverzichtelijk. Het trekt jongeren aan, criminaliteit aan, gebeuren dingen in het park die er niet moeten gebeuren. En als het oude gebouw weg is, dan is het park mooi overzichtelijk. Ik snap dat zoals het gebouw er nu bij staat, dat u en degene die het ondertekend hebben zeggen, dit is niet het meest feestelijke beeld wat we ons wensen. Nee. En dat druk ik me nog feestelijk uit. Ja, precies. Er zit nog een klein briefje bij. Prima. Ja, ik had ook uw mail volgens mij gezien. Oké, ja. Alsjeblieft, dankjewel. En we gaan vergaderen, we worden geroepen. Ja, ik heb het niet over de vaststelling van de structuurvisie nu. U had allerlei prachtige ideeën over de structuurvisie. Wat is het meest wezenlijke in twee zinnen? Oh, dat is een hele moeilijke. Dat is al één zin. Het is van belang dat, ik ga een hele lange zin maken dan. Het is van belang dat bewoners en de stad, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, samen betrokken worden bij verdere ontwikkeling van de stad. Dat is één zin. Vanavond gaan ze het ook nog hebben over het Randenbroeker Bos. Tenminste, Randenbroeker Park inmiddels. Ja, hoe staat GroenLinks daarin? Nou, waar sta je in, hè? Ik bedoel, het feit dat er gekapt ging worden, hebben wij ook mee ingestemd. Want achterstallig onderhoud en je zag aan alle kanten dat er toch een enorme monocultuur aan het komen was. Daar hebben we mee ingestemd, maar ze moeten wel kappen wat er gekapt moet worden. En geen andere dingen, geen andere bomen die niet gekapt hadden moeten. Dat gebeurt nu wel? Nou, die indruk hebben we wel. We gaan ook gauw kijken. Ja. Motie van de BPA en de SP over de Bomenkamp Park Brandenburg stilleggen. Ik geef het woord aan de eerste ondertekenaar. Bijna 700 bomen worden of zijn omgezaagd. Ik noem het kaalslag, anderen noemen dat terugbrengen naar Engelse stijltuin, geloof ik. Ik wil even een foto laten zien van die staat in de concept structuurvisie 2030. Het is een beeld van de park Helderbroek. Volgens mij kunnen we deze foto de komende 100 jaar niet meer maken. Dus de voorgenomen kap in ieder geval in de Vosheuvel niet verder niet uit te voeren en in samenspraak met bewoners en belangrijke groeperingen een onderhouds- en dunningsplan te maken voor de toekomst. Dank u wel. Dank u wel, even mede. Het wordt gedaan namens de BPA volgens onze spelregels. De heer Van den Berg, namens het college. Dank u wel, meneer de voorzitter. Er is inderdaad veel commotie en veel mail, Twitter, Facebook, LinkedIn en wat voor verkeer dan ook. Dat u bereikt met betrekking tot het kappen van bomen in Park Randenbroek. En in ieder geval is er ook commotie ontstaan rondom het kappen van een boom, een populier die niet op de kaplijst staat en waar ook geen kapvergunning voor is afgegeven. Duidelijk geworden hoe dat heeft kunnen gebeuren? Ja, het is mij duidelijk geworden. In feite stonden er twee bomen. Ik zal het hele nummer niet herhalen, maar de 57 en de 58. De 58 is 3 jaar geleden gekapt ten behoeve van de uitbreiding van het kunstgrasveld van CVV. En nu is er wederom het nummer 58 op de kaplijst gekomen. Terwijl er een boom 57 stond en die is gekapt met het nummer 58. Dus is twee keer een kapvergunning 58 afgegeven, terwijl er een 57 en 58 had moeten worden afgegeven. De facto betekent het dat de boom sowieso om had gemoeten, alleen wel met de juiste vergunning. Alle andere bomen die in het mailverkeer of in het Twitterverkeer genoemd worden als zijnde verkeerd gekapt, kan ik niet constateren. En de toezichthouders en de aannemer hebben een kaplijst en alle bomen die gekapt zijn, die staan op die kaplijst. Ten aanzien van agenda punt 6. Meneer Beefting, de motie heeft het niet gehaald. Die heeft het niet gehaald, nee. Helaas, voor die 400 bomen die nog staan op de Vosheuvel. Heel spijtig. Ja. Want er wordt gesproken over dat er één boom verkeerd gekapt is. Is het één boom? Ik heb me in één boom verdiept. En als je dan verdiept in één boom en je komt tot de conclusie dat hij niet op de kaplijst staat, dan kom je op andere lijsten terecht. De VTA-lijst, dat is de gezondheidslijst. Waarop de levensverwachting van de bomen staan, hoe gezond ze zijn. Nou, die dingen zijn allemaal niet goed meegenomen, overgenomen op de kaplijst. Er zijn veel meer vragen. En daar gaan ze vandaag helaas niet op in. En die vragen staan toch al vanaf zondag uit. Helaas
ja, gaan ze niet de diepte in. En ik ben wel, geloof ik, de eerste burger die nu tijdens een raadsvergadering de raad een procesverbaal heeft bezorgd. Dat was wel uniek volgens mij. En door de raad zelf geschreven, of door het stadhuis zelf geschreven? Zelf uitgeschreven, ja, door hemzelf, omdat ze een overtreding hebben begaan, ja. Maar die lampen gaat zeker daar ook nog met mij staan. Omdat het veel te ingewikkeld is. Het is te ingewikkeld. Die politici die kunnen niet duidelijk praten. Nee. Jawel, wel. Maar ja, zoals dit, dat is niet heel bijzonder voor ons werk. Maar wij moeten gewoon weten wat voor subsidies wij aan kunnen vragen voor onze cliënten later. En daarom krijgen we dat vak onder andere. Als het allemaal gelukt is. Burgemeester, ik kies er toch voor om even met de meiden op de foto te gaan. Absoluut. En we willen ook graag met u. Gaan erbij ook? Ja. Even blijven we die ideeën over, meneer. Ja, ik vond het wel heel erg interessant. Nee, je zit de hele avond al te stralen op die tribune. Ik denk, nou, die is er echt, heeft er een liefhebberij bij. Ja, nee, dat klopt wel. En hebben jullie er vanavond van genoten? Ja, ja, ik vond het best interessant. Was het leerzaam? Ja, dat zeker. Enig idee gekregen hoe beleid gemaakt wordt? Nee, eigenlijk niet. Want dat vind ik heel lastig. Meneer Heenlopen, ben u blij geworden? Uiteraard. Van de resultaten van de raad of van de foto met de meiden? Met name de foto met de meiden. Was ik al bakken voor. Ja, ik ga toch geen ander antwoord geven. En met de coalitie bent u eruit? Met de coalitie zijn wij zo goed als eruit, chef, inderdaad. Kunnen we daar al iets van meekrijgen of zegt u, nou, dat houden we nog vrolijk geheim? Samenwerken in vertrouwen is de titel van het document. En als het goed is het persbericht verspreid en heb je het gezien.